Alhoewel Suriname sinds vorig jaar een matige positieve macro-economische groei doormaakt, is dat niet te vertalen in de portemonnee van de burger. Dit zegt Steven Debbie Persat, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, in gesprek met onze redactie. Debbie Persat zegt dat veel mensen armer zijn geworden door deze economische ontwikkeling en de bewijzen daarvoor liggen er niet om. Debbie Persat wijst erop dat de prijsontwikkeling en de devaluatie hebben gemaakt dat veel zaken, met name basisgoederen, steeds duurder zijn geworden. De mensen hebben keuze moeten maken om een paar van de dingen die ze gewend waren niet meer aan te schaffen. Dat is pijnlijk voor je gezin als je dingen die, waarvan je vindt dat het noodzakelijk is, als je die niet meer of in een mindere mate kan aanschaffen. Vele mensen voelen dat het slechter gaat met het land. De cijfers lijken dan ook een beetje bedrog op de waarheid, want bepaalde cijfers zijn toch wel niet in het rood, maar de meeste mensen voelen aan dat alles wel in het rood is. Dus die discrepantie moet goed uitgelegd worden door de overheid. Een van de dingen die niet voldoende wordt uitgelegd door de regering, is dat als je komt van een dusdanige economische crisis uit het verleden plus een COVID-crisis, dat het veel tijd kost voordat je uit dat dal klimt. Op het moment dat het staatshoofd dan, dat was eind vorig jaar, begin van het jaar, zegt het wordt een jaar van verlichting en dat komt al een paar dagen daarna niet uit, worden mensen wel wrevelig ervan. Debbie Persat benadrukt dat er een groot spanningsveld is tussen de sociaal-economische realiteit en de macro-economische cijfers. In de samenleving heerst veel onduidelijkheid over de introductie van de nieuwe coupures, wat in januari 2024 moet plaatsvinden. De VES-voorzitter merkt op dat het uitgeven van nieuwe coupures niet hoeft te leiden tot inflatie. Veel mensen praten daarover. En ik vind dat de twee belangrijke autoriteiten hierin, beginnen bij de centrale bank, wel die zorg moeten wegnemen bij de samenleving dat dit alleen voor het betaalgemak is. Wat we nu hebben is dat door die ontzettende devaluatie en het feit dat het grootste biljet dat we tot op dit moment hebben 100 SRD is, je met een bundel van 100 SRD's over straat moet gaan om vrij simpele zaken aan te schaffen, weten dat criminaliteit ook reizend is. Dus stel bijvoorbeeld dat je op dit moment 50 coupures van 100 nodig hebt om iets aan te schaffen wat een beetje prijziger is dan wat een beetje prijziger is. Op het moment dat je 200 SRD biljetten hebt, is het al de helft van dat aantal in je portemonnee en 500 nog minder. Tegelijkertijd moet je ook begrijpen dat we als samenleving moeten gaan naar een digitaal systeem van betalen. We hebben de technologie, maar het blijft een beetje hangen waarbij te veel mensen zeggen en we berusten ons dan erin dat we een cash-economie zijn. Het volledig interview met de voorzitter van VES, Steven Debbie Persat, ziet u aanstaande woensdag in ons programma In Gesprek Met om 5 uur op kanaal 12.1.